Als je bodemkunde doet, krijg je vieze handen. Of je nou al rosmalen komt of waar ook, het maakt niet uit, je krijgt vieze handen. Aspirantstudenten van de HAS Hogeschool konden afgelopen week via een proefstudeerdag kennis maken met de opleiding en de veehouderij. Ja, het zijn scholieren van de HAVO of van de MBO die eraan zitten te denken om de opleiding veehouderij te doen. En vandaag hebben we dan een dag zodat ze mee kunnen lopen en kunnen kijken van wat is eigenlijk wat ze doen op de opleiding. En kunnen ze kennis maken met studenten om te kijken of de opleiding iets voor hun is. Nou, we zitten hier in een kleigebied en ik wil de studenten laten zien het gewas gras op de klei, de zware klei. Hoe groeit dat gewas? Welke problemen heeft dat gewas? Ook welke grassoort groeit hier eigenlijk en willen de boeren heel graag hebben omdat dat in hun kuil komt, wat ook een hele goede voederwaarde heeft. Nou, dat wil ik ze laten zien en ik wil ook iets vertellen over de bodemkwaliteit, de bodemvruchtbaarheid en hoe je eigenlijk ook het zo optimaal mogelijk kunt managen, dus de bodemvruchtbaarheid. Anke Dortans studeert dit jaar af aan de HAS Hogeschool en ze vertelt tijdens de rondleiding over haar onderzoek op de boerderij. We doen een afstudeerproject op hittestress, dus individuele koeindicatoren. Dus hoe zie je aan een koe dat die koe specifiek hittestress heeft? Bij oudere koeien meer last van hittestress of vooral vaarsjes en de productie die afhankelijk daarvan is. Daar kijken we allemaal naar in ons afstudeeropdracht. Bij de groep aspirantstudenten zitten niet alleen jongeren met een agrarische achtergrond. Je ziet wel verschillende voorkennis inderdaad. Je ziet eentje daarvan die had nou een melkveebedrijf thuis. Een meisje die had dan ervaring met paarden. Ja, dat verschil is wel redelijk groot. Maar dat is leuk. En als je niks weet, kan je het meeste leren. De opkomst tijdens deze proefstudeerdag viel wat tegen, maar dat had volgens de organisatie alles te maken met het mooie weer. Want jongeren met een melkveebedrijf thuis, die waren vooral aan het inkuilen. En jij moet vanmiddag zelf ook op de trekker? Nee, ik moet niet op de trekker. Ik ben een echte stadse. Mijn hobby is koeien scannen. Dat doe ik hier elke 2 weken. Dus ik hup wel heel vaak hier op dit bedrijf rond, maar vanmiddag moet ik gewoon aan de bak op de HAS. Geen kuilen? Geen kuilen.